Je hebt muziek meegenomen. Ja. Wat is het nummer waar we eerst naar gaan? Een verjaardagscadeau is binnen. Ja, eindelijk. Ja. Ah. Het wordt met heel veel camera's gefilmd. Het is met mooi licht. Hayfever. Ja, het is verschrikkelijk, maar goed. Hey, hoe was je verjaardag? Ja, hartstikke leuk. Ik heb genoten. Ik heb een nieuw koffiezetapparaat van mijn vrouw gekregen. Ja, dat was nog maar een deel van je cadeau, hè? Want het was eigenlijk, je andere cadeau was niet op tijd binnen, dus dat komt nog. Wanneer komt dat? Ik hoop deze week. Maar het was een chill dagje. Ja, dat is prima. We hebben pizza's besteld. We hebben lekker in de tuin gezeten. Lekker in de tuin gezeten. Anderhalve meter. Ik ga even een stukje watermeloen nemen. We zijn onderweg naar Oostzoer. Dat is een dorpje. Jouw geboortegrond. Ja, daar ben ik opgegroeid. Daar voel je je thuis. Daar voel ik me thuis. Nou, het is Oostzoerburg, is een dorpje tussen Middelburg en Vlissingen in. En daar zit Omroep Zeeland gevestigd. En ik heb daar vandaag een interview met Luc Smit. En Luc Smit is echt, nou, denk ik de grootste, samen met zijn vrouw, de grootste vlogfan van onze vlog. Die kijken stipt iedere week. Dat is echt superleuk. En die heeft een heel mooi radioprogramma bij Omroep Zeeland. Dus die wilde mij graag interviewen. Ja, en ik ga mee omdat ik toch hoop dat toch nog iemand mij kan interviewen dan. Houd op. Nee, ik vind het eigenlijk ook heel ongemakkelijk, want ik hou er helemaal niet van om over mezelf te praten. Maar ja, en ik heb het graag over jou, maar nu gaat het niet over jou. Nee. Nou, een beetje natuurlijk, we kunnen komen niet onderuit, want ik ben nou eenmaal de vrouw van Danny Vera. De vrouw van Danny Vera. Je kent haar beetje... wel. Vind je dat een raar woord? Ja, nee hoor. Ik vind het wel niet raar. Het is toch namelijk gewoon zo? Ja, maar ik ben ook de man van Esja. Ja, dat klopt. Ja. Want rij je hard. Je rijdt hard. Helemaal niet. Jij rijdt een beetje als oud wijf. Ik ben het er niet mee eens. You're so good like sugar. Smit in gesprek met Esja Taniatu. De dingen op ons af laten komen, zoals jij dat dan blijkbaar doet, helpt dat ons om toch, ja. Dat denk ik wel. Ja. Je hebt muziek meegenomen. Ja. Wat is het nummer waar we eerst naar gaan luisteren? Ik vond het moeilijk. Ja. Ik vond het best wel moeilijk om mee te nemen, want mensen verwachten misschien dat ik bepaalde muziek meeneem, maar ik dacht, laat ik dat niet doen. En wat voor muziek zou mensen nou, denken? Ja, misschien dachten mensen, nou, die hebben vast muziek van de man mee, maar dat vond ik echt te voor de hand liggend. Dus ik heb een nummer uit de film Dirty Dancing meegenomen. Mm-hmm. Want dat is echt een guilty pleasure voor mij, die film. Als die op is, al komt die 2 dagen achter elkaar. Is het Solomon Burke? Op tv. Ja, kijk hem. Dus vandaar dit nummer. Die vlogs waar we het al over hadden. Ja. Dat is wel een dingetje, vind ik. Ja, hè? Ja. Je bent fan, hè? Ja, ik ben wel fan. Ja. Ja, mijn vrouw die kijkt altijd. Ja, leuk. Elke zaterdagavond, als de Shabbat voorbij is, dan gaat dat ding aan. Dan zeggen we ook nog even naar Danny en Esja te kijken. Ja, ik weet de dingen waarop je af laten komen. Ja. En een beetje van de mooie kant bekijken. Ja. Dan heb je de rust van je vader. Ik je heel erg bedanken dat je vanmorgen hier Ja, nou jij bedankt. Ik vond het heel leuk. Tweede knipje. Een verjaardagscadeau binnen. Ja, eindelijk. Ja. We hebben net deze doos opgehaald. En jij zei dat ik het altijd al wilde hebben. En ik zag dat het van een merk was. Toen dacht ik dat het misschien een ijsblokjesautomaatje was. Maar ja, dat hebben we boven in de koelkast zitten. En volgens mij zijn die niet zo groot. Dus ik heb echt werkelijk waar. Echt. Geen idee. En nu. Ah! Oh, wauw! Oh, dat had ik echt nooit. Nee. Fucking vet.
Ja, dat is iets wat mensen niet van jou weten, hè? Dus nee. Dat jij heel erg geïnteresseerd bent in wat hier allemaal boven is. Ja. En jij heel je leven eigenlijk al heel graag een keer een telescoop had willen hebben. Oh, wauw. Oh, ik moet het even naar Gert sturen. Naar? Gert. Fucking vet. Het is behoorlijk vanavond. Ik denk het wel. Echt? Nou ja, ik hoop altijd de maan te zien. Tel nou even wat jij met de sterren hebt. Nou, ik vind het leuk. Ik vind het leuk als ze bewegen, de sterren. Of als ik een satelliet kan zien. Of eventueel een alien. Dat vind ik ook leuk. Goed man, dit. En als dat allemaal niks weer. Kijk hoor. Bij de buren in de slaapkamer. Nee, je kan hier echt hartstikke ver mee kijken, dat is niet normaal. Vertel, want er is vanochtend wat online gekomen. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Nee, ja, dit is ook heel leuk. We gaan dus een livestream doen. En dan denk je, ach, een livestream. Iedereen doet livestreams en dat snap ik, want dat is ook hartstikke moeilijk. Weet je wel, tegenwoordig, we kunnen helemaal niet meer spelen en dat soort dingen. En sommige livestreams die ik zie, vind ik heel erg tof. En andere livestreams denk ik van ja, geluid kut. Beeldkut, dat soort dingen. Ja. Dus mijn boekingsbureau die kwam met het idee om in het Scheepvaartmuseum een livestream te gaan doen. Toen zag ik wat plaatjes en het hele concept en toen dacht ik, ja maar dit is echt zo mooi. Zo mooi. En wij doen dat dus ook niet alleen. Cresep, Duncan Lawrence, Kensington, Ilse de Lange, die doen het ook. Ja. Wij doen allemaal een andere dag. Wij zitten op 19 juni, dat is een vrijdag geloof ik. En het wordt met heel veel camera's gefilmd, het is met mooi licht, met goed geluid. Dus je krijgt eigenlijk gewoon een heel concert van ons met alles erop en eraan. En dat gewoon vanuit je huis. Dus je hoeft nergens te parkeren, je hoeft nergens snel te eten. Coronavirus! Het voordeel ervan is, het kan niet uitverkopen. Nee! En je hebt altijd een goede plek en je kan gewoon naar de wc wanneer je wil. Er zit alleen een aantal nadelen voor ons aan, zeg maar. Ja. Dat zien jullie niet. Nee. Er is geen applaus. Nee. Ja, ik ga mijn best doen. Ja. Eentje. Woe! More! 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 Mijn zus is daar trouwens heel goed in. Misschien moeten we de zus meenemen. Ja. More! 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 Met zo'n zwaaistaal. Danny Vera. Woehoe! Even het kappertje. Dat is echt nodig hoor. Ja. Nou. Ik zie allemaal grijze streepjes hier. Ja. Ik heb ook in een bak met meel heb gelegen. Nou, zo erg loop ik benieuwd. Het is wel eens even lekker pokkenweer vandaag, zeg. Het verdemmen. Maar hey, positief voor de natuur. Laten we daar ook een beetje blij voor zijn. Ja, plantjes vinden we ja, wel lekker. Ja, het is wel nodig hoor. Zo. Wat ga je doen met je koep? Alles eraf. Lekker alles eraf. Standje 3 op de tondeus. Misschien een standje 1. Lekker zomerkoepje, hè? Ja, lekker kort, pittig. Doe ook van die figuurtjes erin. Van die, ja, een bliksemschicht aan de zijkant. Leuk. Get your overcoat. We're already here too long. We're on the move for countryside. No time for hesitation. Don't you keep me waiting. We gotta. Hey. Het is vrijdag. Dan breekt zo lekker de week. Ik heb hem op RTL 4 staan. Ja, gaan we natuurlijk naar de Voice Kids kijken. Ja, Voice Kids. Joehoe. Hij ziet er niet echt uit als een kid. Hij ziet er echt absoluut niet uit als een kind. Hij is volgens mij 3 meter ondertussen. Hij is vandaag jarig. Hij is vandaag 15 geworden. Taxi. Ja. Hey, morgen Ziggo. Ziggo. Ja. Morgen Ziggo. Ja. Ja. De Ziggo Dome, hè? Ja. Voor de tweede keer in mijn carrière sta ik in de Ziggo Dome. Ja. De eerste keer was voor 0 mensen. Ja. En ik ga vooruit. Morgen sta ik voor 30 mensen in de Ziggo. Ja, wel heel superleuk. Dus dat is om 12:30 speel jij, dus we moeten best wel een beetje vroeg weg. Ja. Want half elf moeten we in Amsterdam zijn. Maar het wordt wel bijzonder. Het lijkt me echt bijzonder als je daar met zo weinig mensen eigenlijk in zo'n grote zaal zit. Ja, toch? Ja. Ik vind het leuk. Ja, maar dat zien jullie volgende week. Dankjewel voor het kijken weer. Ja, ik hoop dat je hem leuk vond. Tot volgende week. Doei.